Hallo en welkom bij het nieuws. Ik ben vandaag de presentator. Goedenavond. We gaan het hebben over de industriële revolutie. Ik laat alvast zien wie er meespeelt. What the fuck is with this guy? Ik hoop dat u heeft genoten van het volstuk. Vroeg een van onze spelers wat hij ervan vond om in deze show mee te spelen. Hij vond het heel erg leuk, maar waarschijnlijk boos over zijn korte rol. Maar goed, laten we beginnen met het verhaal. We gaan starten de clip in 3, 2, 1, nu! Welkom in het jaar 1769, waar het allemaal begon in de textielfabriek. Hier werkten vrouwen en kinderen. Vooral omdat zij goedkoper waren dan de mannen. Jij bent een meisje? Bewaking! Ja, zoals ik al zei, later werden de vrouwen en kinderen vervangen door een machine. Deze machine kon 4 keer zo snel werken. We zouden demonstreren. Hij was uitgevonden door de grote man James Watt. Zelfs iemand die de industriële revolutie heeft meegemaakt. U ziet hem zo meteen in onze... Tikka, wat doe jij hier? Alsjeblieft, even weg. Zoals ik al zei, hij heeft hem zelf meegemaakt en hij komt zo meteen in onze show. Mis dat niet! Welkom terug. Zoals ik al zei, we hebben hier de man die het heeft overleefd, de industriële revolutie. Dus, wie bent u en hoe was het om de industriële revolutie mee te maken? Als ik vragen mag, waarom praat u eigenlijk met ondertiteling? Ik kan dat niet geloven. Heeft u bewijs? U beseft wel dat u op tv bent, toch? Nee, het spijt me. Wow, Atron, wat doe jij nou hier? Ja, misschien komt het daarom dat er al 52 doden zijn gevallen. Dus, dit is agent TK12. Hij komt wat ons vertellen over andere dingen die zijn veranderd, behalve alleen de industriële revolutie. We gaan nu over naar hem. Maar je wil ons ook wat uitleggen over PK's. Je moest denk ik met de overschakelen of... Ben je klaar? Ja, net als deze show zijn we klaar. Dus ik hoop dat jullie veel geleerd hebben en tot de volgende keer.